Goedemiddag allemaal. Iedereen van harte welkom op het livestream van het NKR Symposium 2021. Wat fijn dat jullie er allemaal toch een beetje bij zijn, ondanks alle maatregelen. Het is een lastige tijd voor iedereen en het is zeker voor zorgprofessionals een zware tijd. Heel veel respect alvast voor iedereen die hier zich ontzettend hard voor inzet. Helaas zien we elkaar dit jaar digitaal, maar met behulp van de digitale hulp kunnen we elkaar toch een beetje zien. Jullie zien achter mij de videobeelden van jullie allemaal thuis. Ik zie een aantal collega's. Ik zie al wat ex-collega's. Ik zie wat mensen met onze stakeholders. VWS zie ik iemand vanuit onze patiëntenadviesraad. Iedereen van harte welkom op het symposium. Collega's vooral, fijn dat jullie er zijn. Iedereen van harte welkom. Wil je iets melden over het symposium? Gebruik dan de hashtag NKR Symposium. Dan kan je op Twitter van alles delen. De datamanagers van IKNL zorgen ervoor dat er elk jaar ongeveer 15 miljoen items aan de NKR toegevoegd worden. Hiermee ondersteunen wij epidemiologisch en klinisch onderzoek. We koppelen verbeterpotentieel terug aan ziekenhuizen en aan netwerken. We evalueren ook de samenwerkingen die we hebben binnen de zorgprofessionals. En we geven inzichten over incidentie, over overleving en over behandeltrends. Dit doen wij allemaal voor zorgprofessionals en voor beleidsmakers. We verzamelen, analyseren en duiden data. En we doen dit voor onze 5 P's. De professionele praktijk, de patiënten, onze partners, de politiek en het publieke domein. En het symposium vandaag staat in het teken van de toekomst. Hoe draagt de kankerregistratie in Nederland nu bij aan het reduceren van de impact van kanker? Je kan echter het heden niet waarderen en de toekomst niet plannen als we niet iets van de geschiedenis weten. En een zeer toegankelijk boek over kanker is geschreven door een Indiase arts. Hij heet Siddhartha Mukherjee. Dit boek, De Keizer aller Ziektes, is voor een deel een medische detective. Het is voor een deel een geschiedenisboek over kanker en het is ook een reis door de moleculaire biologie. Het is voor iedereen een tip voor de feestdagen. Dit stukje geschiedenis doen we in de hand van 3 polvragen die ik jullie ga stellen. En om die vragen te beantwoorden hoef je alleen maar te blijven zitten. Je hoeft geen andere app te openen, je kan gewoon lekker in dezelfde app blijven zitten. Wil je tijdens het symposium iets kwijt, dan kun je de chatfunctie gebruiken. We hebben hier moderators zitten die jullie vragen over techniek of vragen over inhoud door kunnen zetten naar mij. In het boek van Siddhartha wordt het eerste gedocumenteerde geval van kanker beschreven. Dus jullie eerste vraag gaat erover: wanneer was dat ongeveer? Dus het eerste gedocumenteerde geval van kanker. Was dat 2500 voor Christus, 1000 voor Christus, 1000 na, 1700 na of 1900 na? Ik zie de teller lopen. Mooie verdeling tussen 2500 en 1000 voor Christus. Verandert nog een klein beetje. 1000 lijkt goed te gaan winnen. De oudst bekende beschrijving van kanker is gevonden op een Egyptische papyrusrol. En die papyrusrol is 1600 jaar oud. Maar op die papyrusrol staan de bevindingen van de Egyptische arts Imhotep beschreven. En Imhotep leefde in Egypte rond 2600 voor Christus. En deze arts heeft een ziekte beschreven en hij noemde het een uitpuilend gezwel in de borst. Imhotep stelt een diagnose, maar tegelijkertijd schrijft hij er ook bij: er is geen behandeling mogelijk. Lang geleden dus. De tweede vraag gaat over de allereerste registratie van kanker. Wanneer was dat? In 1728, in 1900, in 1927, in 1953 of in 1989? Ik zie 1927 vooral voorop lopen. Hangt ook een beetje van de basiskennis van mijn publiek af.
Meerdere jaartallen op deze vraag zijn goed, want de allereerste registratie van kankerpatiënten, dus echt het tellen van patiënten met kanker, gebeurde in Londen in 1728. Maar de eerste stappen naar zo'n population-based cancer registry, hè, dus de NKR zoals we die ook hebben, die zijn rond het jaar 1900 in Duitsland gemaakt. En de oudste kankerregistratie, zoals we die nu dus nog kennen als population-based cancer registry, komt uit Hamburg uit 1927. In Nederland zijn de eerste stappen in de jaren 50 gezet. Laatste vraag, betreffende de registratie van kanker in Nederland. Sinds jaar hebben wij in Nederland een landelijk dekkende kankerregistratie. Is dat in 1953, 76, 86, 89 of in 2001? En nu zien we al een hele grote piek verschijnen. In 1986 werden de integrale kankercentra opgericht. En de IKC's kregen daarbij als belangrijkste taak het opzetten van een nationale kankerregistratie. Dat deden ze eerst regionaal en dat werd later landelijk. En wij hebben in Nederland sinds 1989 één landelijk dekkende kankerregistratie. En die hadden een jaar later een eerste rapport al uit. En dat rapport dat zien we nu in beeld. Tot zover de geschiedenis. En we hebben nu een aantal enthousiaste sprekers gevonden vandaag die ons meenemen in het heden en in de toekomst. Dus laten we beginnen.